Dan wil ik het nu nog met je hebben over het bewegen. Het is zo dat lichaamsbeweging is hartstikke belangrijk om je bloeddruk en je suiker omlaag te krijgen. En ook je gewicht zou ervan omlaag kunnen gaan. Ja. En daarmee zorgen we ook dat de kans dat je in de toekomst hart- en vaatziekten krijgt, dat dat minder wordt. Wat doe jij aan bewegen? Ja, ik ga wel eens wandelen met de hond en doe dingen rondom het huis. En, ja, af en toe mijn vrouw helpen met stofzuigen en dat is daar eigenlijk wel een beetje. Ja, oké. Okay. En iets van sport? Nee, niet echt, nee. De vorige keer, toen heb ik het er eigenlijk ook even over gehad, hè, van wat zou de lichaamsbeweging, wat zou je nog meer kunnen doen? En toen had je ook nog wel ideeën om iets aan sport te gaan doen. Is daar nog iets van terechtgekomen? Nee, niet echt. Nee, ik ga wel af en toe iets verder wandelen, maar dan blijft het ook wel bij. Ja, ja, ja. En heb jij vroeger iets aan sport gedaan? Ja, vroeger heb ik wel iets in sport gedaan. Wat deed je dan? Ja, daar liep ik wel in de sportschool, ja. Maar het is op een gegeven moment helemaal in de slop geraakt. En ja, vandaar ik weer bij jou terecht ben. Ja, precies. Ja, ja, ja. En had je, zeg maar, wat was de aardigheid, zal ik maar zeggen, in dat sporten vroeger? Wat ja, om me wat beter te gaan voelen. En ja, daar heb ik het al op voor gedaan. En ook je gedachten wat verzet. Ja, ja, dus je merkte eigenlijk wel dat het bewegen je wat deed. Ja. Ja, toen wel, ja. Ja, en toch is het lastig om nu het weer op te gaan pakken. Ja, ja, precies. Als we het hebben over bewegen, dan gebruiken we voor, als we het hebben over gezondheid, de richtlijn van de Gezondheidsraad. Ja. Die gaat over bewegen. En dit zijn een beetje de dingen die dan meetellen. Hè? Dus jij zegt, nou ja, ik help met stofzuigen. Nou ja, dat is op zich ook wel iets. Maar de dingen die hier bijvoorbeeld opstaan genoemd zijn, wandelen, in de tuin werken. Dansen, spelen, nou, dat geldt misschien iets meer voor kinderen, zwemmen. Dus dit zijn, het hoeft niet eens per se echt enorm sport te zijn, maar wel iets meer lichaamsbeweging dat komt bovenop wat je in je dagelijkse doen doet, zal ik maar zeggen. Ja. En de bedoeling is dat je dat dan 150 minuten per week doet. En dat mogen stukjes van 10 minuten of langer zijn. Dus elke 10 minuten die je zoiets doet, die tellen eigenlijk al mee. Denk je dat je daar aankomt? Nou, op dit moment niet, nee. 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 En de afgelopen tijd heb je gekeken van, nou god, wat zou ik zou kunnen doen om dat te verbeteren? En ja, eigenlijk ondanks je idee van, nou vroeger had ik er eigenlijk wel lol in en merkte ik ook dat ik me beter voelde, lukt het je toch slecht om dat nu op te gaan pakken? Ja. Zouden we kunnen afspreken dat je toch de komende tijd opnieuw een poging gaat doen om dat te verbeteren? Ja, dat wil ik wel gaan proberen, ja. Ik weet niet of jij daar ideeën over hebt. En hoe zou je dat kunnen aanpakken? Ja, om meer te gaan bewegen uiteraard natuurlijk, waar we het al over hebben. En, ja, ik denk dat ik wel een stok achter de deur moet hebben. Ja. Bepaalde dingen. Ja. Dus ik hoop dat je me daar aan te vallen voor wat geven. Ja. En nu wil ik daar wel energie in gaan steken, ja. Ja. Maar, ja. Nou weet je, de vorige keer heb ik gezegd van nou, je zou het gaan proberen. We zijn nu 3 maanden verder bij je volgende suikercontrole. Ja. En eigenlijk lukt dat dan toch te slecht. Dus die stok achter de deur, die lukt eigenlijk moeilijk. Ja. Ik heb wel iets anders. En dat is wat we in onze gemeente noemen bewegen op recept. Okay. En dat is een mogelijkheid dat ik je verwijs naar een buurtsportcoach. Dus dat is iemand vanuit de gemeente die heel veel van sporten weet. En die ook heel veel contacten heeft bij allerlei sportclubs. Ja. En met haar zou je een gesprek kunnen hebben over nou, wat voor sport er eventueel zou kunnen. Wat je leuk zou vinden. Ja. Waar je misschien net vroeger aardigheid in had. Wat ook financieel passend zou kunnen zijn. In dat gesprek met haar, nou ja, kan er dan een plan uitkomen op welke manier je dan zou kunnen gaan beginnen. En dan kan zij je ook introduceren bij een van de sportclubs in Nieuwegein. Ja. Of bij een wandelclub, het hoeft niet eens een vereniging te zijn. En dan kijk je de komende 3 maanden, ga je daar eens even meedraaien. Ja. Kijk eens even wat je ervan vindt.
En dan heb je ook nog weer een keertje contact met haar om eens even te kijken van nou, is dit wat ik wilde? Is dit, voldoet dit een beetje aan mijn verwachtingen? Ja. En gaat dat lukken? Nou, als dat dan lukt, dan zou je vervolgens bij die sportclub of bij die vereniging of whatever, bij dat groepje kunnen blijven. En mocht dat niet lukken, nou ja, dan moeten we misschien verder kijken of er iets anders zou kunnen. Zou je dat willen proberen? Ja, dat wil ik wel proberen. En qua eten ga je met daar ook in begeleiden dan? Ja, het is zo dat de voedingsadviezen, zal ik maar zeggen, die eigenlijk al eerder ter sprake zijn geweest, dat die eigenlijk gewoon blijven staan. Ja. En dat bewegen van nu, dat komt er eigenlijk een beetje, dat komt er dan nu bij, zal ik maar zeggen. Dat komt er bovenop. Ja. Ja, ja. En de andere dingen die zijn van belangrijk om natuurlijk ook gewoon door te laten gaan. Ja, ja. Vind jij het goed dat de buurtsportcoach contact, dat ik jouw contactgegevens aan de buurtsportcoach geef, dat zij met jou contact gaat opnemen? Of wil je gewoon haar gegevens hebben dat je zelf gaat bellen? Dat je zelf contact opneemt? Nou, ik denk dat ik zelf wel contact op te nemen, dat ik zelf initiatief ga tonen. Ja, nou dat kan je doen telefonisch, maar je kunt ook elke week op woensdagochtend is zij een paar uurtjes hier in het gezondheidscentrum. Ja. En wat je zou kunnen doen is dat je dan even bij haar binnen loopt en dat je dan nou ja, die voorstelt, zal ik maar zeggen, en dat je dan even met haar in gesprek gaat. Okay. En mogelijk met een vervolggesprek komen jullie dan op een plan, ja. Een beweegplan, zal ik maar zeggen, wat je dan gaat proberen te doen. Oké, okay. Klinkt goed. Ja? Ja. Oké, okay. Nou dan geef ik aan haar door dat jij met haar contact gaat opnemen. En dan verwacht ik van jou dat je haar belt op het telefoonnummer wat ik je zo geef. Of dat je op woensdagochtend eventjes bij haar langs gaat. Is goed. Oké, okay. Nou, dankjewel. Heel veel succes en tot de volgende keer. Oké, dankjewel.